Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 19 september. Heeft God liever polyester of denim? Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Samuel 16 vers 7. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Vroeger was ik nogal veroordelend over de manier waarop sommige mensen zich kleden. In de tijd dacht ik dat ik geen spijkerbroek kon dragen tijdens het preken op een conferentie. Maar mijn zoon zei tegen mij, denk je echt dat God polyester meer zalving geeft dan denim? Dit soort dingen brachten mij tot het schokkend besef dat ik mij vasthield aan een religieuze houding, terwijl God mijn blik wilde vernieuwen opdat ik meer mensen kon bereiken. Natuurlijk is het goed om ons mooi aan te kleden wanneer we naar de kerk gaan. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we niet dusdanig gericht zijn op onze uiterlijke verschijning, dat we het zicht verliezen op ons voornaamste doel, het ontwikkelen van een nauwe en persoonlijke relatie met God. God wil dat we een relatie met Hem hebben. Dit betekent dat we de hele dag door met Hem praten, net zoals we dat met ons familielid en onze beste vriend doen. Het gaat Hem niet om het uiterlijk, doch om een echte relatie. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, help mij uw houding aan te nemen ten aanzien van een uiterlijke verschijning. Help mij om anderen die zich niet kleden zoals ik vind dat ze zouden moeten, niet te veroordelen. Help mij een sterke innerlijke relatie met u te bouwen. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.